de nummers 18 en 5 in de Eredivisie gaan voetballen voor een plaats bij de laatste 16 in het bekertoernooi. Hij maakt ze makkelijk de laatste tijd. Zo ook afgelopen weekend voor FC Groningen in de thuiswedstrijd tegen RKC Ahmed El Messaoudi. Onder in beeld de opstelling van Emme, die kent u al. Telgenkamp keept dus, Wiedwald op de bank. Veendorp speelt in plaats van Bakker. Bernadou speelt, Ben Moussa is er helemaal niet bij. En Afdijay heeft ook een basisplaats. Grote afwezige is Michael de Leeuw, die dus niet kan spelen tegen zijn oude club. Ook hij neemt het natuurlijk op tegen zijn oude club, Dick Lukien. En daar zit de enige speler in de selectie van FC Groningen die ooit een doelpunt maakte in het KNVB-bekertoernooi. Arjen Robben is vanavond ook aan de Oude Meerdijk. Geen enkele speler vandaag op het veld bij FC Groningen heeft ooit een doelpunt gemaakt in het bekertoernooi. Dankerlui is terug. Hij was ziek afgelopen weekend. Dat gaat ten koste van Joël van Kaam. Dammer speelt centraal achterin. Gudmundsson is er niet bij. Van Hintum speelt daarom aan de linkerkant. En Lundqvist speelt in plaats van Remco Balk die op de bank zit. Twee ploegen die dus vaak tegenover elkaar staan. Ook al in de voorbereiding op dit seizoen tegen elkaar oefenden. Noem het een burenruzie, noem het de derby van het noorden, noem het de hondsrugclash. Peña, Lauwersen, Peña, dat is een prima combinatie. Tot zover overtreding, Itakura. Die hier net te laat is. Vrije trap Peña. Bal valt goed. Hard geschoten, nog een keer. Twee keer toe, Veendorp. Maar hij krijgt de bal er niet in. Daar was bijna de openingstreffer voor Emmen. Twee keer behoorlijk hard ook. Eerst staat Matusiwa in de weg. Daarna Pat al liggend op de grond. Dat Matusiwa kan verdedigen, want hier zit hij er ook gewoon bij met zijn schoen. Laat hij hier wel zien, Azor Matusiwa. Groningen is de bal kwijt. Lauwersen. Veel beweging bij Afdijay. Goed overstapje hier. Bernadou. Kaflan. Bijl. Ja, hij heeft een goed schot. Glenn Bijl. Maar dit is een makkie voor Sergio Pat. Die dus afgelopen zomer nog begeerd werd door Emme. De keeper van FC Groningen. Slim overstapje was het van Kolar. El Messaoudi naar de eerste paal. Hier kan ook gekopt worden in de korte hoek door Dammers. Redding Telgenkamp. Gevaar is nog niet helemaal voorbij voor Emma. Sterker nog, er komt opnieuw een hoekschop voor FC Groningen. Hij moest even aan de bak. Telgenkamp naar die kopbal van Dammers. Volgende hoekschop dus. Weer Joosten. Wordt nog wel vastgehouden in het strafschopgebied bij Strand Larsen. Die kon echt geen kant op. Van Hintem. Joosten. Ja, nu kan hij er langs. Joosten. Groningen komt dichter en dichter bij een doelpunt. Uitverdedigd op Peña. Hier alweer de controle bij Itakura. Die is de situatie wel de baas. Van Kaam, Van Hintem, El Messaoudi, kan ook gewoon vooruit. Moet Peña mee verdedigen, daar houdt hij niet zo van. En dus, och, zwakke voorzet, Dankerlui, dat was de volgende aanval van FC Groningen waar veel meer in zat. Lauwersen. Toch weer opgepikt en niet ongevaarlijk geschoten. En dat kan er bijna maar eentje zijn. Je denkt dat het Peña is, maar die was het niet. Het was Van Rijn. Heel goed geschoten, Ricardo Van Rijn. Dat scheelt echt bijzonder weinig. Van Rijn, die attent reageert. Attenter dan Matusiwa. En bijna pad verrast.
Itakura. Daar komt Van Hintem, Strand Larsen, eerste paal. En dat moet hem dan zijn. In de rebound kan het alsnog. En hij gaat erin ook. Ramon Lundqvist, Telgenkamp keert nog de eerste inzet van Strand Larsen. Maar dan is het alsnog raak voor FC Groningen. Fijne voorzet van Hintem. Het is sowieso een goede aanval van FC Groningen. En met die ballen van de flank weet Strand Larsen meestal wel raad of die ballen nou vanaf de linkerflank of van de rechterflank komen. Ook nu doet hij het eigenlijk best wel goed. Red Telgenkamp. Maar is de rebound voor Lundqvist en is het 0-1. Zo geeft Groningen amper iets weg sinds het de goal heeft gemaakt via Lundqvist. En voetbalt het zelf makkelijker. Soeslof, handig balletje. Strand Larsen. Dankerlui. Dankerlui gaat schieten. En die bal was op weg naar de verre hoek. Telgenkamp ook. Maar hij staat uiteindelijk goed in de weg. Araujo. Wanneer wordt Emma weer eens gevaarlijk? Kaflan. Bernadou. Goed balletje. Geen buitenspel voor Lauwersen. Die ervoor kiest om hem te laten stuiteren. Ja, op dat kunstgrasveld schiet die bal dan door. En is de kans weg. Hele goede paas van Bernadou. Randje buitenspel Lauwersen. Vooralsnog bleef de vlag omlaag. Hij ziet ook dat het een dikke kans is, de voorzitter. Lundqvist gaat het doen. En doet dat met overtuiging. Dat is een goede vrije trap van die Zweedse middenvelder. Onderweg naar de bovenhoek lijkt die bal. Telgenkamp houdt hem eruit. Bernadou. Weinig tijd voor Strand Larsen. Toch Soeslof, die er knap langs gaat. El Messaoudi, Strand Larsen. Het is niet echt een kans. Hij maakt er een kans van, de spits van FC Groningen. En dat scheelt niet zoveel. Last van zijn knie, nu dat wel. El Messaoudi, Strand Larsen. Araujo hangt aan zijn arm. Oh, misser Matusiwa en dan Anko Jansen vastgepakt. Wat doet Blom? Blom geeft niets. Anko Jansen kan het echt niet geloven. Niemand bij Emmen begrijpt dit. Maar scheidsrechter Blom geeft geen penalty. Hier de paas van Peña. Diepgang bij Bijl. Daar de misser van Matusiwa. En dan pakt hij zijn arm. Maar gaat hij pas laat naar de grond. Anko Jansen. Ik begrijp zijn frustratie, maar ik begrijp Blom ook wel. Weer veel beweging bij Glenn Bijl. Dit leek buitenspel, maar de vlag blijft omlaag en nu scoort hij. Glenn Bijl prachtig aangenomen en ook schitterend afgerond. Daar is de gelijkmaker voor Emmen. Hij is de joker die wordt ingezet in deze tweede helft. Met zijn loopacties en dat pakt heel goed uit. Dat is goed bedacht door Lukien. Want in de eerste helft was al zichtbaar dat er heel veel ruimte lag achter de laatste linie van FC Groningen. En als de vlag voor buitenspel dan omlaag blijft, is het 1-1. De goal van Glenn Bijl, de oud-Groninger. Lundqvist. Daar komt Dammers. Dammers helemaal vrij! Als hij hem naar de hoek kopt of naar de grond, dan staat Groningen hier met 2-1 voor. Maar hij kopt hem over, Wessel Dammers. Uitstekende vrije trap van Lundqvist. Wat Veendorp aan het doen is daar, vraag je je ook af. Soeslof wil hem in de voeten, pad. Ja, in de problemen nu. Anko Jansen, wat ga je doen? Anko Jansen, goal! 2-1 voor Emmen. Na de fout van Pat, die toch best wel de tijd had.
maar veel te veel tijd gebruikt. Hier Itakura. En dan heeft Pap best wel tijd, maar twijfelt hij. Kan hij het oplossen via Dammers? Raakt hij de bal kwijt en is Anko Jansen rustig? En speelt hij het zo uit? Zo staat Emmen voor het eerst vanavond op voorsprong. Het druk zetten van Kolar, die natuurlijk ook zeker zijn aandeel heeft in deze goal. Goed afgemaakt. Anko Jansen. Vrije trap voor Emmen. Anko Jansen probeert bij die bal te komen. Gebruikt zijn lichaam goed. Zet Itakura weg. Maar stuit op pad. Ja, dit is toch geen schouderduw, lijkt mij. 88ste minuut. Dallinga onderweg naar de eerste paal. Daar gaat de bal net overheen. Hier kan geschoten worden. En dat is een beste poging, zeg. Van Sam Schreck. Lundqvist nog met de voorzet. Die is uiteindelijk ongevaarlijk. Daar was Schreck dicht bij 2-2. Goede redding hoor, van Telgekamp. Want je moet die bal toch in de drukte goed aanzien komen. En dan kan het niet meer mis. Is hier het laatste fluitsignaal. En is er de blijdschap en de opluchting bij Emmen. Want dat wat in de competitie maar niet wil lukken, lukt wel in de tweede ronde van het bekertoernooi. Het wint. En het wint ook nog eens van een ploeg in vorm. FC Groningen verloor van de laatste 9 competitiewedstrijden er maar eentje. Maar na een prima eerste helft vanavond hier in Emmen vliegt het er in de tweede ronde uit. En daar wordt hij, Arjen Robben, niet vrolijk van.